toch hier. Ik zag jou net al naar mijn mooie poezelige handjes kijken, zoals je het zo mooi beschreef. Maar wat zou er nou allemaal mis mee kunnen zijn? Nou ja, met jouw handen vind ik op zich niet zoveel mis mee. Wat er mis mee kan gaan zijn met handen is dat ze soms wat bezig geworden zijn. Ja. En dat er al die aders te zien zijn. Nou, wij hebben dat beide eigenlijk helemaal niet. Wij hebben ze zijn niet echt, het is niet heel rank. Dus wij worden niet handenmodel. Hè? Dus dat is eigenlijk wel hetgene waar de meeste mensen zich gaan storen. En natuurlijk kan die huid, naarmate wat ouder wordt, kan steeds dunner worden. Ja. En met allemaal pigmentschade. Dat soort. Ja, want het verklapt ook vaak de leeftijd van mensen. Hè? Handen, je kan vaak leeftijd raden, vind ik, door te kijken naar de handen inderdaad. Precies. Maar wat zouden die mensen daar dan allemaal tegen kunnen doen? In principe is het goed te behandelen. Dus je kan dat met een goede filler kan je dat behandelen, mm-hmm. Zoals radiessen. Ja. Radiessen of een hyaluronzuur. En als je echt die pigment schade, dus ja. Die bruine vlekjes vervelend vindt of een roodheid, ja, dan kun je dat of met crèmes of met peelings of eventueel met laser of met plexer zou je dat kunnen behandelen. Ja, oké, okay, dus als je, ik probeer het samen te vatten. Ja, zullen we nog wel even over wat het resultaat? Wat is het resultaat? Heel goed, ja. Ja. Ik was je even aan het testen. Ja, oké. Maar de resultaten? Ja, nou, de resultaten die je kan verwachten is bij een filler is altijd ongeveer anderhalf jaar. Eén tot anderhalf jaar. Echt? Afhankelijk van de filler die je er kiest. En met pigment, als je pigment behandelt, ja, is ook weer afhankelijk van de behandeling die je daarvoor kiest. Kan dat een half jaar zijn en soms ook wel eens permanent. Oké, maar het gaat niet helemaal weg, neem ik aan, toch? Nee, dat gaat bij al onze behandeling gaat het nooit helemaal weg. Dus je gaat niet op dit moment als wij je blijven behandelen, is dat je opeens echte babyhandjes krijgt. Dus dat gaat niet gebeuren. Oké. Ja. Nou, duidelijk verhaal, dankjewel. Ik probeer hem dan nu samen te vatten. Als je niet wil verraden hoe oud je bent, dus niet laten zien hoe oud je bent door je handen, dan kan je de rimpels eventueel behandelen met onder andere fillers. Ook als je last van pigmentvlekjes of van een rode huid hebt, kan je heel veel verschillende behandelingen doen. Toch? Waaronder scrubachtige dingen, crèmes, ja, peelings. Precies. Ja, klopt. Dus heb je er last van, kijk dan zeker even op onze website.